Yo, wat op gasten, mijn naam is Kevin. Zo tof dat jullie eindelijk weer een keer kijken naar een video. Deze keer speel ik fucking Dungeon Nightmares. Deze game is fucking low. Maar ik ga niet te veel praten, we gaan gewoon lekker beginnen. Want deze game is vet. Het is zeg maar, ik zit gewoon vast ergens in een tunnel of zo. En ik moet lopen. En proberen niet dood te gaan. Want, en niet te schrikken, natuurlijk. Oké. Volgens mij kunnen we ook candles gebruiken. Ja. Oh ja, even om me heen kijken. Waar de fuck zijn we? Ik weet het niet. Ik weet niet waar we zijn nu. Een deur. Oké. We lopen dus nu in een gang. En het is leuk. Oh. Kijk, het zou leuker zijn als ik met een koptelefoon speel. Die heb ik op zich wel. Kijk, hier. Maar het ding is, er zit geen microfoon in. Dus ja, wat heb ik eraan? Helemaal niks. Oké, wat de actual fuck? De deur gaat weer open voor me. Oh, dat is lief. Waar gaan we eigenlijk allemaal heen? We hebben twee keuzes. Of we volgen de gang boven. Of we volgen de gang beneden. Maar ik denk dat we op zich het beste naar beneden kunnen gaan. Kas, why not? How deeper the better. Oké, dat is gewoon die weg volgen. Die. Ja. Oké, let's go. Oh, Alisa Dotto, zo. Een deur. Hey. Maar, oké, het doel van het spel. We moeten gewoon iets vinden. We moeten iets zoeken. En ik weet dat het niet altijd... Oh. I saw that. Oké. En we lopen. Schilderij. Staat alleen wel scheef. Staat een vrouw op. Dat is leuk. Altijd gezellig. Chicky, chicky, chicky. Oké. Deuren die vanzelf dichtgaan. Jullie weten het trouwens. Ik ben een Nederlander. Ben ik als enige Nederlander opgevoed met een fabeltje dat er in stadje Monster, vlakbij Den Haag, een spookhuis is. Als het klopt, en als het waar is, wat ik niet weet, dan lijkt het me op zich best wel low. Maar als ik dan denk aan deze games, dat je gewoon moet lopen zonder te weten of er iemand of iets achter is, dat is toch wel scary. En als je dan opeens een deur hoort open gaan of een deur dicht gaan, of je hoort opeens glas rinkelen of je hoort een stem, dat is toch gewoon fucked up. Dan loop je gewoon zo rustig aan het chillen. Misschien ben je stoned. Misschien... Ja, ik weet niet wat je aan het doen bent in dat huis. Maar geloof me. Iedereen gaat rennen van die geluiden. Oh shit. We moeten naar rechts. Waar zijn we? We zijn een rondje gelopen. Oh nee. Oké, dan moeten we de andere kant weer op. Ik word gek, jongens. Maar het is toch niet zo heel eng. Dus dat is wel fijn. De muziek is gestopt. Hey, fucking vlieg! Ga uit mijn gezicht! Kill! Cool.
tonnetje voor de pret. Oh, another shadow. Okay. We'll just continue our trip. Ik neem aan dat we goed lopen, want deze deur is dicht. Oh, okay. Is ook goed. Mama, ik ben thuis. Hey, kusje. We hebben weer een kandelaar. Leuk, kunnen we weer overleven. Daar komen we vandaan, denk ik. Een deur! Geen kist. Okay. We gaan weer verder. Okay, links, rechts. Links, rechts. Hou je weg. Laat me met rust. Ik ben hier. Ik ben verdwaald. Gewoon opeens schreeuwen. Ja, dat kan ik ook. Even schreeuwen. Nog een kamer. Hey, een deur. Ja joh, we gaan gewoon de kamer in. Hallo? Mama? Papa? Ik ben thuis. Nobody. Ik voel me zo alleen. Het idee in mijn kop dat er geesten zijn hier in deze tunnels. Het maakt me bang! En er gebeurt ook helemaal niks. Hey, een kindstie! We hebben goud gekregen. Ja man, dat is alles wat ik zoek in een verlaten tunnel ergens onder Parijs, of Engeland, of Frankrijk. Het boeit me niet waar het is. Ik wil naar huis. Die deur. Dat heb ik gemist. En ik ben blij dat ik dat niet heb gezien. Alsjeblieft, geef me een kaars. Helemaal niks. Jongen, hoe moet ik mezelf overleven zonder kaars? Dan zie ik toch geen ene flikken, joh. Het komt wel goed, denk ik. Okay. En we lopen verder. Let's go. Gewoon het idee al. Je loopt een gang. Je volgt de gang. Alsmaar door. En je komt een fucking stoel tegen. Ja, man. Hey, kan ik even... Ik wil zitten. Kan ik zitten? Waar is de stoel? De stoel is weg. Ik wilde net gaan zitten. Nou. Hallo. Ik ga nog hallo roepen in de hoop dat iemand reageert. Er ligt een skelet op de grond. Hij is dood. Ik ben ook echt gewoon de game gewoon vergeten. Ik ben de jumpscares vergeten. Ik ben alles vergeten. Dus het is in principe gewoon een hele nieuwe game voor mij. Dat vind ik wel leuk. En zeker als eerste game om te spelen als gameplay. Ja jongens, dat is toch gewoon geweldig. Wie wil dat nou niet? Lekker een beetje ronddolen. Een kaars vinden en goud. She was one of us before. Ja, maar wie is wie? Wie is she? Hoe is she? Hello friendly, hello hi. Ik. Oh, ik liep goed. Waarom zijn hier pijpen? Hebben ze leren pijpen? Ja, sorry. De droog humor, die mag altijd wel blijven. Ik ben en blijf natuurlijk altijd een Nederlandse YouTuber. Ha ha ha.
Oké. We gaan gewoon verder naar rechtdoor. En hier is een deur. Met een kamer. Geef mij een kist. Geef mij kaarsen. 1, 2. Oh, kaarsen! Do I need to press B to blow? B to blow! Ja, man! Kaarsen! Oké. Het onnodige schreeuw is niet nodig. Ik flikker wel gewoon zo'n kaars naar zijn bek als hij naar me toe komt. Kill, laat me gewoon met rust. Ik wil gewoon... Die! Ik wil niet dood! Die! Nee! Ga weg! Every room feels alive. I hear it breathing. Wat ademt? Broer, ga weg! Ren! Je moet wegkomen! Ah! Skelet! Jongens, waar zijn we ook weer aan begonnen? Het begon als een grapje. Ik wilde weer met YouTube wat gaan doen. En wat ben ik aan het doen? Ik zit een horrorspelletje te spelen. Wat is mijn probleem? Kon ik niet gewoon iets van Minecraft spelen of zo? Hey! Kaars! Stoel! Daar is mijn stoel! Kan ik zitten? Mag ik zitten? Ah. Oh. Feels bad. Oké. Ja, mijn excuses dat de game zo donker is, jongens. Maar ik kan daar echt niks aan doen. Ik heb de brightness geprobeerd hoger te zetten. Maar dat had niet echt zin om te doen. En ja, en aangezien het er gewoon van afhangt of ik wel überhaupt kaarsen vind. Want als ik geen kaarsen vind, heb ik helemaal geen licht. En dan zie ik geen flikker. Hoe moet ik me dan kunnen bewegen. De stress is nu al aanwezig en er is nog niks gebeurd. Ondanks dat ik een geest heb gezien. Ja man, wat een mooi gezicht. Oh, je bent mooi. Maar ik ga wel weer weg. Doei. Huh? That's not me. Dat ben ik niet. Dat zijn niet mijn voetstappen. Nee, sorry voor mijn slechte Nederlands daar, jongens. Light, light, light the candle, light the candle, snel. Anders komen de geesten je wel pakken, anders wel. Oké, nog een deur. Ga open! Dank u wel. Oh mijn god! Ja! Ja! Artifact found! Find the exit! Fuck. Klein probleem. Ik heb de objective. Maar... Nu moet ik nog ontsnappen! En dat is meestal het moeilijkste gedeelte. Want nu gaat de shit gebeuren als het goed is. Hoop ik. Quality content. Oh, jongens. Stel je eens voor. Je zou hier zelf lopen. Zou dat eng zijn? Ik weet het niet. Ik denk op het eerste ogenblik dat als je denkt dat er niks aan de hand is. En je bent daar gewoon alleen. Dan lijkt het me gezellig om hier wel een beetje rond te hangen, jonko roken, biertje drinken. Ik weet niet man, het lijkt me gewoon hartstikke gezellig. Het enige ding, ja, als er zo'n skelet opeens op de grond ligt ergens. You motherfucker, ik heb het over een skelet en jij komt kijken. Ik had het niet over jou, die andere skelet was rood. Oh. Ik hoop dat ik die kist gewoon kan pakken zonder dat je me in mijn kont neukt. Help me! Nee! Help mij! Oké. Ik vertrouw je. Ah! Oh my fucking god. Hij beweegt als ik wegkijk. Wat een motherfucker. Oké, vriend. Eén ding. Trek kleren aan.
2, eet wat meer. En 3, dude, ga naar de tandarts. Je gebit ziet er nog slechter uit dan mij, motherfucker. Oh, I hate this. Ga weg! Kan die deur dicht? Alsjeblieft. Nee. Oké, dat betekent niet met mijn rug naar hem toe. Ga weg met al die fucking geluiden. Ik trek het niet meer. Waarom speel ik dit spel? Ik had gewoon rustig iets van Minecraft kunnen spelen. Of Five Nights at Freddy's. Daar geven ze me tenminste nog een kans. Hier ben ik meteen ten dode opgeschreven. Ja, wie kan dit? We did it. I am the best one in this game. It was only night one. Oh. You woke up in 14 minuten en 44 seconden. 14 minuten en 44 seconden. Oh, ik heb wel 86 candles fout. Oh, ik heb de game 80% complete. Dungeon grows stronger. Oh. Maar, jongens en meisjes, ik vond het hartstikke gezellig om deze game te spelen. Ik vond het leuk om te schrikken. Ik vond het leuk om jullie te vermaken. En dan wil ik jullie graag vragen om een reactie achter te laten. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!